ik heb een superleuke Sinterklaasverhaal dat ik heel graag aan je wil voorlezen. Het is geschreven door Lily Blom en het staat in Kleuter Universiteit Magazine 6. Het verhaal heet Sinterklaas is jarig. Felice slaat met de voordeur. Bang! Ze schrikt er zelf van. Toch stampt ze boos verder naar binnen. De woonkamer in. Vandaag is oma er. Oma ziet er geschrokken uit. Kind, heb je de wind meegebracht? De deur! Felice gromt alsof ze een boze tijger is en loopt naar de keuken. Wil je een lekker kopje thee, Felice? Ja, heerlijk. Ik heb zo'n leuke dag gehad. Felice draait zich boos om. Helemaal niet. Echt niet? Oma maakt toch een kopje thee voor Felice. En ze snijdt alvast een stuk zelfgebakken bananenbrood af. Diego huppelt nu ook de keuken in. Hoi oma, roept hij vrolijk. Diego krijgt ook bananenbrood en thee en ze kletsen wat over school. Het gezicht van Felice staat nu nog steeds boos. Oma probeert toch om Felice ook wat te laten vertellen, maar dat lukt niet. Felice draait zich met haar rug naar oma toe. Diego zegt, oma, ze is boos omdat ze overmorgen jarig is. Oma trekt haar wenkbrauwen op. Tja, dat is wel een hele goede reden om boos te zijn? Of begrijp ik het misschien verkeerd? Vraagt ze aan Felice. Diego zegt, ze is kwaad omdat Sinterklaas dan ook jarig is. Aha, nu begint oma er iets meer van te begrijpen. Ze snijdt voor allebei nog een plak bananenbrood af. Maar ze wacht geduldig tot Felice toch ook uit zichzelf begint te vertellen. Stomme Sinterklaas, voetert Felice. Diego slaat zijn hand voor zijn mond. Oh, dat mag je toch niet zeggen? Elk jaar moeten we naar zijn verjaardag en heeft iedereen het de hele tijd over hem. Maar wij zijn ook jarig. Diego en Felice zijn een tweeling en ze zijn geboren op 5 december. Felice raadt dat nog even door omdat ze zo boos is. Ze kunnen nooit trakteren op hun verjaardag. Het moet altijd op een andere dag. Want het is niet zo handig. Ze krijgen nooit taart, maar altijd pepernoten. En waarom krijgen ze niet, net als alle andere kinderen, cadeaus voor hun verjaardag en voor Sinterklaas? Sinterklaas moet zijn verjaardag maar verplaatsen, vindt ze. En niemand wil op hun feestje komen als ze jarig zijn, omdat het dan ook Sinterklaasfeest is. Het is niet eerlijk. Er glinsteren tranen in haar ogen. Diego staat op en slaat een arm om haar heen. Oma legt haar hand op Felice's arm. Je hebt gelijk, zegt ze. Het is ook helemaal niet leuk om jarig te zijn op dezelfde dag als de beroemdste man van Nederland. Ze snikt een beetje. En de juf zegt ook dat Sinterklaas geen feestmuts hoeft, omdat hij al een mijter heeft. Diego pakt Felice bij de hand en zegt, kom, we gaan buiten spelen, dan word je weer blij. Felice laat zich meetrekken naar buiten. Oma kijkt ze na. Ze heeft een diepe denkrimpel op haar voorhoofd. De volgende dag is het de dag van de verjaardag van Felice en Diego. En dus ook de dag van Sinterklaas zijn verjaardag. Felice is niet zo heel boos als gisteren, maar echt blij is ze ook nog niet. Diego maakt het niet zoveel uit. Hij vindt alles gewoon spannend, jarig zijn en het Sinterklaasfeest. Op school moest Felice een tekening maken voor Sinterklaas. Dat deden alle kinderen. Maar zij heeft haar tekening doorgekrast, in stukjes gescheurd en in de prullenbak gegooid. Diego zag het en zei, maar dan heb je straks niks te geven. Felice haalt haar schouders op. Nou en? Als ze 's middags samen naar huis lopen, probeert Diego haar op te vrolijken. Door alles op te noemen wat leuk is aan jarig zijn. Papa en mama zingen altijd voor ons. En we krijgen misschien wel een nieuwe fiets. En oma heeft altijd de beste cadeaus, toch? En volgende week is ons feestje. En dan gaan we naar de speelboerderij. En daar wilde je toch heen? En daar hebben ze knuffelkonijnen. En Halim komt. En Tess. En Lin. En Alia. Felice stopt plotseling. Ze kijkt Diego aan. Vind jij het dan niet erg dat we tegelijkertijd met Sinterklaas jarig zijn? Vorig jaar heeft Sinterklaas ons niet eens gefeliciteerd. Diego stopt ook. Ja, maar toen had hij het ook zo druk. Hij wist heus wel dat we jarig waren. Ik vind het niet zo erg. Sinterklaas zijn verjaardag is ook belangrijk. Daar is Felice even stil van. Samen lopen ze verder naar huis. Tijdens het avondeten vertelt Diego aan zijn vader en moeder dat hij een tekening heeft gemaakt voor Sinterklaas. Op school. En er staat een hond en een kat op.
Omdat Sinterklaas ook van dieren houdt, denkt Diego. Felice zegt niks. Ze heeft niks voor Sinterklaas. Maar ze weet zeker dat ze wel iets van hem krijgt. Best gek, denkt ze ineens. Sinterklaas is jarig en hij geeft cadeautjes. Maar ik vind het juist zo leuk om cadeautjes te krijgen als ik jarig ben. 'S Avonds in bed ligt Felice daar nog steeds over na te denken. Zij is morgen ook jarig en wil Sint dus ook een cadeautje geven. Hoe moet ze dat nou oplossen? Het duurt heel lang voor ze slaapt. Happy birthday to you. In de wei staat een koe. En die koe zegt I love you. Happy birthday to you. De vader en de moeder komen vrolijk zingend de kamer in. Ze brengen verse jus en een croissantje en een paar kleine cadeautjes voor Felice en Diego. Ze zijn dolblij en ze feliciteren elkaar. Hiep, hiep, hoera voor ons, zegt Diego. En na het ontbijt lopen papa en mama mee naar school. Felice loopt een beetje treurig naast haar vader. Ze zegt, ik ben jarig en ik heb geen cadeau voor Sinterklaas. Haar onderlip begint te trillen. Maar ze zijn al best laat, dus ze moeten doorlopen. Bij het hek van de school staat oma. Ze geeft de tweeling een dikke knuffel en zegt, ik kom jullie veel plezier wensen en of jullie de groeten willen doen aan Sinterklaas. Ze zegt, ik kom jullie veel plezier wensen en of jullie de groeten willen doen van mij aan Sinterklaas. Ik ken hem namelijk al heel lang. Felice, zou jij hem dit cadeau willen geven? Ze geeft Felice een groot pak met een punt eraan. Felice's moeder zegt, oh, wat leuk, nu heb je toch iets te geven. Felice twijfelt. Dit is een cadeau van oma, niet van haar. De volwassenen mogen niet mee naar binnen, dus Diego en Felice gaan zelf naar binnen. Dan gaan ze meteen naar het speellokaal. Er staat een prachtig versierde stoel en de kinderen die er al zitten zijn helemaal opgewonden. De Sint komt eraan. De tweeling krijgt een plekje helemaal vooraan. Felice kruipt wat dichter tegen haar broer aan. Het is best spannend. Dan is het zover. Sinterklaas komt binnen en alle kinderen zingen zo hard ze kunnen. Sint gaat zitten in de mooie stoel. Hij kijkt rond en dan kijkt hij ineens naar Felice, die het grote cadeau vasthoudt. Dag Felice, zegt hij met een diepe bromstem. Hoe gaat het met je? Felice durft niks te zeggen, maar Diego wel. Hoi Sinterklaas, wij zijn ook jarig vandaag. En we hebben een cadeautje voor je. Hij sleurt zijn zus mee naar voren. Diego geeft zijn tekening en daarna mag Felice. Sorry. Ze fluistert. Van mijn oma. Voor u. Sinterklaas moet zijn hoofd helemaal naar Felice buigen om haar te verstaan. Hij lacht. Aha, van oma. Wat leuk. Hoe gaat het met haar? Intussen pakt hij het cadeau uit. Er verschijnt een prachtige mijter met glitters en slingers eraan. Het lijkt wel een feestmuts. Uit de mijter vallen een heleboel kleine feestmutsjes. Wat een goed idee, oma, zegt Sinterklaas. Dat is natuurlijk omdat jullie ook jarig zijn. Het is ook jullie feestje. Felice krijgt knalrode wangen. De Sint vraagt een van zijn pieten om hem te helpen met het omruilen van de mijter. De andere pieten delen de feestmutsjes uit aan de kinderen. Zo, zegt de Sint. Deze feestmijter staat mij vast heel goed, toch, Felice? En Diego? Ze knikken zo hard als ze kunnen. Het staat prachtig. En dan gaan we nu zingen, kondigt Sinterklaas aan. Willen jullie een verjaardagslied voor ons zingen, lieve kinderen? Ja, roepen alle kinderen. En ze zingen Lang zal ze leven en De kop van de kat is jarig uit volle borst. Terwijl Sinterklaas tussen Diego en Felice instaat. Felice staat te glimmen naast de Sint. Nu is ze toch echt jarig. Samen met Diego en Sinterklaas. Aan het eind van de dag wachten twee prachtig glimmende nieuwe fietsen op de tweeling. En terwijl ze rondjes fietsen voor de deur, schreeuwen Diego en Felice om de beurt. Ik ben jarig! Nee, ik ben jarig! Nee, ikke! Alsof ze het afgesproken hebben, roepen ze ineens allebei, Sinterklaas is jarig! Proestend van het lachen vallen ze bijna van een nieuwe fiets. En nu snel naar binnen, oma heeft taart gebracht. Pepernoten slagroomtaart. Jaren zijn tegelijkertijd met Sinterklaas. Dat is superleuk. Maar Felice vond het niet zo leuk. Toch is alles goed gekomen.
Ik wens jullie ook een super fijn Sinterklaasfeest. Geniet ervan met heel veel pep.